neer. De eerste paasje op Yasin Kurt. De eerste overtreding hier ten opzichte van Yasin Kurt. Nu hier probeert daar wat via Brian Klaassen en de nummer 23 Belen. Maar DVS heeft inmiddels alweer balbezit. Hoessein Raza daar aan de linkerkant gaat met de bal aan de voet. Stoomt op, maar doet dat zelf teniet door de bal even terug te pasen op Roald de Vries. Vervolgens Edmund Meijneer. Die paast hem naar de inkomende Ali Akla. Nu een combinatie met Yasin Kurt. Heel goed, maar weer een overtreding toch van Spoelstra. De hierdenaar die daar toch al dit was een tweede overtreding en dat moet hij niet te veel gaan doen natuurlijk. Mike Arends komt met een schotpoging. Maar ook momenteel even in balbezit. Maar dat kan worden overgenomen door Kai Veldhaaf. De middenvelder van DVS. Die probeert daar iets op te zetten, maar daar volgt toch een overtreding. Ja, je ziet toch, doordat hier die snelheid van combineren niet gewend is bij DVS, dat ze daardoor toch eventjes wat sneller een overtreding maken. Gewoon omdat ze er dan net even iets te laat bij zijn. En dat was Spoelstra onder andere een paar keer. Nu Mike Arends, mooi paasje ertussen door. Christian van der Kamp, klein misverstandje met Kai Velda. Kai Velda dacht dat dat paasje voor hem bedoeld was. Maar goed, hier krijgt een vrij trap van de scheidsrechter. Scheidsrechter Van der Waart uit de Ede. En dat gaat ongetwijfeld doen. De Ten Brink. Ook een bekende oud VVOG-speler die bij Hierden speelt. Dus wat dat betreft wel een mix van oud VVOG. Enkele Hierdenaren. Maar en ook wat oud DVS'ers. Edmund. Christian van der Kamp. Die daar even terugkwam. Roald de Vries. Nou, dat is wel zichtbaar. DVS natuurlijk veel meer in balbezit. En nu misschien een kans, de eerste kans. Nee, daar gaat Mike Arends toch te lang door. Met de bal aan de voet, waardoor hier toch snel eruit kan komen. Nu de nummer 12 van hier, dat is Hunestein. Ja, die daar met een verkeerde paas komt. Waardoor DVS toch weer balbezit krijgt. In dit geval Ali Akla, die hem even paast op Edmund Meijneer. Edmund Meijneer naar Kai Velda. Kai Velda, bal aan de voet, kijkt. Moet meer beweging zijn in het team, want hij kan de bal niet echt kwijt. Roald de Vries ermee opgekomen. Edmund Meijneer. Edmund die kijkt waar lopen de spelers. Paasje even op Ali Akla. Je kunt echt toch merken dat even de zomerperiode ertussen heeft gezeten. DVS nog een klein beetje aan de lakse kant, maar misschien ook wel moe van de training van donderdag. Maar Yasin Kurt die daar ook probeert alleen te doen. Dat zijn toch momenten waarin je ziet dat de spelers denken van nou ja, hier de tweede klasse, daar kan toch makkelijk langs. Maar daar een paas van Jordi Grovenstein. Die komt niet echt aan. Maar mooi schot van Kai Velda. De middenvelder, de nieuwe middenvelder van DVS 33. Althans, hij moet natuurlijk vechten voor zijn plekje. Want DVS heeft heel erg veel middenvelders. Ik noem er even. Mijn heer Steven de Geijter. Steven de Geijter zoekt nu de weg naar voren. Mike Arends. Mike kijkt. Probeert wat op te zetten met Christian van der Kamp. Yasin Kurt. Kurt van der Kamp. En wederom Kurt van der Kamp. Steven de Geijter. En weer terug naar Edmund Meijneer. Nog weinig diepte in het spel van DVS 33 tot nog toe. Daardoor ook weinig gecreëerde kansen. Maar nu Roald de Vries die besluit om alleen door te gaan. En slecht afgemaakt. Bal kwam voor zijn verkeerde voet eigenlijk. Voor zijn rechtervoet. Maar hij neemt hem met links. Daardoor gaat de bal toch ver naast. Roald de Vries. Maar die paas komt niet aan. Ja, zo komt er toch heel veel niet aan in deze eerste helft. Waarbij DVS toch wat tegenvalt. In vergelijking met het afgelopen seizoen bedoel ik. Nu Jordi. Christian van der Kamp. En die wordt daar toch naar achteren getrokken. En naar onderen getrokken mag ik ook zeggen. Naar beneden getrokken moet ik zeggen. Dat is helemaal goed Nederlands. En krijgt DVS een vrije trap. Mike Arends gaat denk ik deze vrije trap wel nemen. Hij eist hem in ieder geval denk ik op. En terecht, want dat is natuurlijk een vrije trapper specialist van de eerste orde.
aanloop. Hij kijkt. En plaatst de bal gewoon in het doel. Niet in de linkerbovenhoek, maar in de rechterbenedenhoek. Mag van mij ook. Het is een echte vrije trappenspecialist, Mike Arends. Ja, waar net het eerste doelpunt is gevallen. Leebeek probeert de combinatie op te zetten, maar DVS stoort gelijk. Kai Velda maakt daarbij wel een overtreding. Hij zette daar even een klein blokje. En via Andy Epe en doelman Dekker komt de bal bij Michelsen. Paast hem even terug op Denzel. Denzel, Ali El Haddadi. Ja, en via komt de bal toch bijna daar bij de nummer 23. Belen. Zo mag Hussein Raza gaan ingooien. Dat doet hij naar Kai Velda. Kai die toch veel het spel opzoekt en probeert op te bouwen daar waar mogelijk is. En nu loopbeweging bij Kai Velda. Ja, heel mooi. Precies op het juiste moment. Maar toch door Michelsen net nog op tijd geblokt. Maar dit was het moment waarop Kai Velda koos om diep te gaan. En dat is goed. Dat is echt ook een moment om voor DVS-TV inderdaad dat vast te zetten. Want dit zijn hele goede leermomenten, zou elke trainer zeggen. Precies op het juiste moment ging Kai Velda daar de diepte in. Hij kreeg die bal bijna, was bijna helemaal alleen voor de keeper. Nu Jordi Giacomalla. Een prachtige naam, maar goed, hier heeft hij inmiddels alweer overgenomen. En die kan niks anders doen dan een icing produceren. Dus een lange bal waarbij verder geen... Het stokje wordt overgenomen door mij. Piet had ergens anders verplichtingen. Dus de tweede helft ga ik u van de commentaar voorzien. Pinasje op Koert. Koert naar Jordi. Diak Obama aan de linkerkant van het veld. Gaat zijn man voorbij. Komt die voorzet. Is een prooi voor de keeper, maar er gaat wel een corner genomen worden. Corner wordt genomen door nummer 17. Tegen de scheidsrechter op. Van Zandt op Pinacci. Zo komt de bal weer bij Basiel. Roelof de Groot. Pinacci plaatst het spel naar de andere kant. Krijgt de bal weer terug. Michael Moussa aan de rechterkant. Pas net niet. Kijken of hij zich hier onderuit voetbalt. Dat lukt door middel van een overtreding die een DVS'er begaat. Meteen weer druk. In de persoon van Michael Moussa. Even iets ruimte voor Hiede, misschien. Maar nee hoor, de bal is alweer onderschept door Jordi Diakobama. Roelof de Groot. Paast de bal op Joran van Zanten ter hoogte van de middenlijn. Terug op Basiel Camara. Roelof de Groot, aan de rand van de 16. Dan komt dat schot. Gaat net naast. Via op Isa. Kijkt om zich heen. Terug naar Epe. Kai Velda. Roelof de Groot. Basiel op Van Zanten.
Aan de zijkant hier Michael Moussa. Speelt de bal naar Isa. Houdt de bal in bezit naar de rechterkant. Kan Epe opstomen. Voorzet. Helaas gesmoord. Ingooi. Epe aan de bal. Isa. Epe. Terug naar Basiel. Kijken of het spel verplaatst kan worden naar de andere kant. Kai Velda. Pinacci. Mooie bal tussendoor op Michael Moussa. Net weer een voetje van een hier ernaar tussen. Pinacci. Kai Velda. Isa. Van Zanten. Michael Moussa. Op Epe. Dit is overtreding. Isa. Bal op Kai Velda. En een mooi doelpunt van Kai Velda. Op aangeven van Isa. Doelpunt. Kai Velda. Basiel. Epe aan de rechterkant van het veld. Op Michael Moussa. Gaat hij zijn man opzoeken. Gaat hij naar binnen. Mike Arends. Probeert de 1-2 aan te gaan. De bal komt aan. Mooie paas op Epe. Gaat over de keeper en iedereen heen. En de nummer 24, Michelsen, maakt er een corner van. Corner gaat genomen worden door nummer 17, Isa. Kai Velda loopt naar hem toe. Voor een korte corner wellicht. Nee. Pinacci aangespeeld op de rand van de 16. Bal karambeleert en gaat net voorlangs. Schot van Basiel. Tempo ontzettend laag in deze wedstrijd. Joran van Zanten op Epe. Naar Michael Moussa aan de rechterkant van het veld. Pinacci. Roald de Vries. Jordi. Mooie 1-2. Gaat strafschopgebied binnen. En helaas zit net een voetje van Michelsen tussen. Op zich een mooie opgezette aanval. Kan hij nog een actie laten zien? Hij gaat naar binnen. Eigenlijk een soort kluts. Een overtreding gezien. En dit is het einde van DVS tegen Hierden. Eindstand 3-0. Bedankt voor het kijken naar DVS TV.